vandaag 7 februari. Ik kan jullie met genoegen vertellen dat ik eindelijk twee sponsoractiviteiten kan gaan doen. Ik heb twee projecten gevonden. Eentje in Jeganga, Zuid-Bali. Klein vissersdorpje in de buurt van Tanalot. En daar ga ik 6 uur per week lesgeven aan de lagere school. Waarschijnlijk nog wat meer dingen van mensen uit het dorp die ook nog wat Engels willen hebben, want 6 uur is natuurlijk een beetje weinig. Groningen. Amsterdam. Indonesia. Oké. Indonesia. Di sini ya. Di sini. Dan di sini ada Belanda. Saya pikir Bali kira-kira 15 jam. Di sini Singapura dan Singapura. Ada pertanyaan bahasa Inggris. Dan nog even wat over het niveau wat ik aantrof. Nou, ik heb mezelf keurig in het Bahasa geïntroduceerd en wat geprobeerd om in het Engels wat boven water te krijgen, maar dat was erg miniem. Kinderen werden ook wat overvallen. Ik krijg de indruk dat de twee hoogste klassen in Jeganga wel al wat Engels hebben gehad, maar dat is alweer een jaar geleden en ik denk dat dat toch aardig weggezakt is. En dan ga ik in mei naar een tweede project en dat is een dorpje een half uurtje van Ubud af en dat is ook een lagere school. Maar daar gaat het wat intensiever worden. Dat is een beetje voorbereiden voor de middelbare school van de hoofdgroep van de basisschool. En dat is in Bonkasse. Dat is het geboortedorp en de huidige woonplaats van een chauffeur die wij hier ontmoet hebben en die mij geïntroduceerd heeft op de basisschool. Nou, ben ik met de rekening. Moet ik nog? Thank you. Like you say only, I say only thank you, but I don't have only I say thank you. Yeah. That's enough. Yeah. Yeah. Ik heb daar ook leermateriaal aangeboden, want daar is in ieder geval helemaal niks. En in Jeganga is wel wat, maar daar is ook nodig aanvulling nodig. Schoolmiddelen, woordenboekjes, een cassette recorder, of nou nee, dat is een beetje ouderwets natuurlijk, een cd-speler. Nou, misschien moet ik zelfs wel iets met een computer nog regelen, zodat er ook wat voortgang kan zijn. En nou, dat moet natuurlijk oeverloos gekopieerd worden van materiaal wat ik in ieder geval uit Nederland heb meegenomen. Dus, en ik denk dat ik heel veel materiaal ga maken ook. Dus mooi geplastificeerd, allerlei spelletjes, zodat het wat continuïteit heeft.
En de andere groep die begint helemaal op nul. Dus dat is aanpakken, denk ik. En in Bonkasse, daar is het helemaal beginnen op nul. En daar zal het wat intensiever gaan. Zal ik wat meer lessen geven. En dan met name in de hoogste klas, zodat ze met een aardig pakket straks in het voortgezet onderwijs terecht kunnen. Wie zie ik hem? Ja, jee. Wat een voor de toekomst.